Hé, hey, mijn lieve hondje. Ja, ik zie je staartje al gaan rondom mijn bureau. Ja, ik wel. Zeker weten. Maar in ieder geval een hele goede middag, lieve vrienden. En van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik ben al enigszins een tijdje eruit, want de huishoudelijke hulp is al geweest. Ik zit nou weer even aan een bakje koffie. Straks moet ik eventjes naar de stad toe. Ja, ik moet voor mezelf even BH's scoren. En die ga ik jullie echt niet laten zien. Nee, dat hoeven jullie niet te zien. Nee, dat is privé. Maar jullie gaan ook niet mee. Nee, want ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn. Want ik krijg vanmiddag weer begeleidster van Cirilo. Dus ja, komt allemaal wel weer goed. Ik ga zo dus na de koffie even de wort op. En dan kom ik later wel weer retour. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is vreemd weer. Het is sowieso veel kouder. Het scheelt weer lange mouwen. Ik heb momenteel ook een vest aan. Ik heb een tuniekje aan, ook met lange mouwen. En ik moet ook zo meteen zeker weten een jas aan. Ik denk dat ik mijn vest dan wel uitdoe, maar mijn jas moet aan. Ja, en nog steeds de winterjas. Want ik zit stil op een scootmobiel en dan word je sowieso kouder, hè? Ja, dat heb je. Maar in ieder geval heb ik niet alleen. Alle mensen die op een scootmobiel zitten, die zijn daar vatbaarder voor. Die worden sneller koud, omdat wij stil zitten. Ook mensen in een elektrische rolstoel of een duurrolstoel. En vooral als ouder worden, dan wordt die bloedsomloop wordt ook slechter. Dus ja. Maar daarom niet getreurd. Ik ga gewoon gang. En ik lach er even goed om. Gewoon vrolijk zijn. Het zonnetje schijnt nu. En dan kijk ik wel een beetje boos nu. Misschien. Maar de lucht is scherp. Ja. Maar kan ik beter, denk ik, zo zetten. Ja, dan zie ik die lucht niet. En dan is het bewolkt. Ja, dan trekt alles weer dicht, is het weer grijs. Dan komt de zon er weer doorheen en dan trekt het allemaal weer een beetje weg. En daarna is het weer triest. Het is op en neer, maar ik heb nog geen regen gezien. Wie wel? Waar regent het? Laat het me weten. Ja, en ik was met die spiegel bezig, daar moet ik ook dus nog voor weg. Want ik moet die gouden blingetjes erbij hebben. Waar mijn vingers zitten. Daar moet die dingetjes moeten bij. Nou, dat heb ik ook hier. Oh, het ligt al los ook, zie ik. Hè? Kan dat nou? Had iemand er al wat overheen gedaan? Nou, dat zit alweer vast hoor, Leni. Ja, het is zelf kleven, maar iemand heeft daar wat overheen gehad, wat niet mag. En ik weet wel wie. Ja hoor. Maar ja, het zit alweer vast. Gewoon weer aanduwen. Maar in ieder geval. Daar moet ik dus eventjes achteraan ook. Dat ik even daarmee verder kan. Want dan moet het woordje getrouwd komen staan. En we zien wel hoe en wat. Ik vind het leuk worden zo. Toch? Ja, ik wel. Maar oké, lieve vrienden, dan zeg ik voor nu tot straks. En dan spreken we elkaar wel weer even. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is, hoe laat het leven, weet ik niet eens. 18:31 alweer? Meen ik dat? Oh, wat erg. Ik ben zo druk aan het werk geweest met foto's uitzoeken van vroeger van mijn moeder, waar ik geen weet van had. Want mijn broer die vroeg foto's, dus ik ben aan het uitzoeken geweest. Maar ik zit ook met een televisie die het niet doet. Dus ja, ik hoop toch wel werkelijk dat Karin mij straks belt, dat die me weer kan helpen met die televisie, want ik zit in de troep. Daar allemaal, dat behoort allemaal er bovenop. Tenminste, op
dat vaasje naar, dat ding naar, dat gaat dan op de televisie en ligt nog een fotolijstje. Dus ja, dat moet opgeruimd worden. Dat, ja, ik ben met alles nog wat bezig. Dat moet wel even opgeruimd worden. Dat, oh. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Ik heb ook foto's gevonden voor Karin. En ja, die krijgt ook wat. En dat ga ik ook opruimen. Wat is er, meisje? Wat is er dan? Hé? Er zit niks in. Er stiften. Die zijn nog van baasje. Gebruik ik nou. Mag wel van baasje. En mijn hondje ligt daar. Hé, ja nou. Die is ook zo lief. Denk ik, ja, hij lag er net even behoorlijk in de weg. Kon er niet door, niks. Maar ja, en nou ben ik even met een bakje koffie bezig. En dan even bijtanken. Nou, ik heb een warme maaltijd meegenomen. Althans, die kijk in de magnetron doen. Babi pangang. Dus altijd lekker. Dus ja. Ja, en wat dit is, dacht ik, want het is een button. Het is ook een hele oude. Met een, ja, een foto erop van een klein kindje. Maar wie dat kindje is, Joost, mag het weten. Maar aan de andere kant is het een spiegeltje. Ja, dus ik weet niet. Nou, bijna klaar. Dus ja. Dat bed zat. Vind je het gek? Nee, ik niet. Maar het maakt niet uit. Nu. Nee. We gaan gewoon door. Ik hoop dat Karin straks belt en dan kunnen we die televisie oplossen, hopelijk. Want wat, ja, er viel wat op de afstandsbediening. Op dit gekke ding. Ja, en hij ligt gewoon zo op tafel. Maar dan meer hier naartoe. Daar lag hij. En ik lag wat neer hierop, geloof ik. En toen kantelde het over de afstandsbediening heen. Het was gewoon een mapje met foto's. Ik wilde hem eronder wegtrekken. En toen deed de televisie het niet meer. Toen was die zwart. Ik heb alles nagelopen. Ik heb de kabels gedaan. Ik heb de box uitgehad. De stekker eruit. Opnieuw erin. Ik heb zelfs de modem uitgehad. En weer opnieuw aangedaan. Maar niks mag baten. Dus ja, ik weet het ook niet. Het is nou even wachten. Dus ja, wat doen we eraan? Wacht dus. Mijn lieve vrienden, ik zeg tot straks maar weer. Doei doei. Ja, mijn hondje die ligt op de bank. En meneer wil dus geen eten. Heb ik net een bak met eten klaargemaakt. Ja, en nou wil hij niet eten. En de tv die doet het weer. Ja, en dat dankzij mijn schoonzoon Roderick, die even een pb'tje gaf van, ma, eventjes op dat knopje drukken. Had ik al wel gedaan, maar ik moet meerdere keren dan twee keer. En dan even een paar keer, achter elkaar. Ja, als u dat had geweten, dan was er al lang alweer televisie geweest. Had ik al eens nagelopen dat de meterkast van toevallig klopte. Is het dat knoppie? Ik zal het aanwijzen. Dat gaat beter, denk ik. Dan zal ik eerst jullie er naartoe doen. En dat knopje tussen tv en box. Die moest ik indrukken een aantal keren. Ja, moet je maar weten. Ah, zelfs van tevoren weet, een aantal x keren. Ik had hem twee keer, geloof ik, ingedrukt. Maar met tussenposes. Ja, dat moet dus niet. Moet een paar keer achter elkaar. En ik heb een beeld. Hoepie. Zometeen. GTST. Mijn eten die staat in de magnetron. Te brullen. Dus ik ga koffie maken. Een wijntje maken. En dan ben ik weer tevreden. Ja, ja. Dus ik zeg, lieve vrienden. Tot straks maar weer. Doei, doei. Goedenavond, lieve vrienden. Daar zijn we weer even om gelijk ook weer af te sluiten van deze dag. Dus ik zeg met een stralende lach.
een hele fijne avond. En geniet van de avond. Voor later weltrusten met mooie dromen. Gezond weer op en dat zal met Gods zegen vast wel lukken. En mijn diertjes, die zijn lekker hier ook. Ja, behalve de rode, die is boven. Maar daar op de bank hebben we er twee. De twee zwart-witte. En mijn prinsesje, die ligt hier alweer te slapen. Geweldig. En de rode is natuurlijk boven. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor. Maar ik zou zeggen, tot morgen. En gezond opstaan. Want je kan beter gezond opstaan dan dat je ziek wordt. Niks aan. Nee. Dus doei!